Show. 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 Welkom bij de Daily Business Boost. Mijn naam is Aramiek en ik neem je in deze show mee in mijn ondernemerswereld en ik help jou het delen van de beste tips en tricks om je business dagelijks te laten groeien. Vandaag is jouw tijd. dus Let's get louder! Ah dames en heren, we zijn langzaam aan het aftellen. We hebben nog drie dagen te gaan tot 2024. Zo, de vraag is, wat ben jij, wat doe jij en hoe besteed je, je tijd tussen kerst en oud en nieuw? Die zag ik toevallig vandaag ergens op Instagram voorbij, voorbij komen en dat ondernemers niet wisten wat is nou tussen tweede kerstdag, dus gisteren, en wat moeten we tot en met zondag doen. Nou ja, als je mij vraagt, als je mij vraagt is het gewoon heel simpel. Werk aan je business. Als je mij vraagt, zou ik zeggen, kijk hoe je nog meer impact kan maken. Als je mij vraagt, zou ik zeggen, doe een aanbod. Als je mij vraagt, zou ik zeggen, ga live. Als je mij vraagt... Als je denkt van... Hé, hey, ik heb keihard gewerkt. Neem dan volledig je rust. I don't know. Whatever it is. You know? Voor mij is het, is, het, is het buiten kijf... Dat ik graag hier ben... Omdat ik een belofte heb gedaan. Omdat ik uh, ook in mijn jaar van... Disconsistentie en in inconsistentie... Wil ik het graag consistent afsluiten. Omdat ik mezelf heb beloofd... Om nooit meer inconsistent te worden. Maar dat is even mijn belofte. Mijn commitment. Oké? Okay? En daardoor ben ik ook... Dus deze week live. Dus, uh, daardoor zal ik ook met oude nieuwe... Uh, oh, dat uh, nieuwjaarsdag... Zal ik ook live gaan om 10 uur. By the way... Nieuwjaarsdag gesproken. Ik heb zometeen nieuws voor je, oké? Okay? Let op dat ik, dat ik niet vergeet Nieuwjaarsdag. Dat ik iets leuks heb voor je. Maar laat ik als eerste beginnen en mijn geweldige podcastluisteraar te bedanken. Want we zitten vandaag op 146.529 downloads. Dus dankjewel, lieve podcastluisteraar. Yes, 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 yes. Uh, ook mijn fantastische Instagram-kijkers... die sinds deze week... Uh, af en toe vergeet ik mijn telefoon daar weer op te zetten. Excuse, excuseer dat ik jullie... ik ben jullie niet vergeten. Maar af en toe vergeet ik om mezelf uh, weer terug te zetten op Instagram... zodat ik ook kan zien wie er allemaal live zijn. Dus mocht je live via Instagram kijken... fantastisch dat je aan het kijken bent. Sinds vandaag, sinds vandaag... Zijn, sinds, vandaag sinds deze week zijn we daar ook live te zien en te horen. Dus mocht je denken van... hé hey Armiek, wat leuk dat je op Instagram bent... laat me weten, want ik heb hier mijn telefoon naast me... Dan kan ik checken of je een bericht achterlaat. Anyways, dus dankjewel, lieve podcastluisteraars. Fantastisch. Te gek, te gek, te gek, te gek. En laten we de dag beginnen. Met een. De quote van de dag. Ja, zal ik hem nog iets doen? Want eigenlijk heb ik er twee in mijn hoofd en ik twijfel nog even. Oké, okay, sorry. Nog iets. Gaan we het nog iets doen? Van de dag. Alles gaat voorbij. Maar wat achterblijft is je legacy. Oké? Okay? Alles gaat voorbij en wat achterblijft is legacy. Wat betekent dat? Betekent als je terug zou kijken naar 2023, vraag jezelf af: wat voor legacy heb ik achtergelaten? Oké, okay, dat zijn die drie vragen die ik altijd stel aan het eind van de dag. Dat zijn drie vragen van Brandon Bouchard via een van zijn boeken, volgens mij, een Messenger uh, The Millionaire Messenger. Het zijn de drie prachtig mooie vragen die ik je aanbevel om aan het eind van de dag aan jezelf te gaan stellen voordat je gaat slapen. Namelijk: Did I live? Heb, heb, je, heb ik geleefd? Did I love? Heb ik van gehouden? En did I make a difference? Dat zijn prachtig mooie vragen. Alright? Dus als je iedere dag in staat bent aan het eind van de dag met jezelf te gaan checken: heb ik geleefd, heb ik van gehouden en heb ik het verschil gemaakt, dan weet je wat je te doen staat. Alright? Dus onthoud dit. Ja, good morning, lieve Chantal, Sophie en Charlotte die van huis aan het kijken zijn. Uh, hartstikke goed dat jullie erbij zijn. Good to see you, fijn dat jullie erbij zijn. En ja, zoals ik zei, weet je, het is, het is, uh, het, we hebben nog drie, uh, drie dagen te gaan. Het is net hoe je kijkt, drie of vier dagen te gaan tot, de, uh, tot het nieuwe jaar. En ja, ik heb een fantastisch cadeau voor je. Ik heb meerdere cadeaus voor je. Dus ga naar armeekonline.com. Zorg ervoor dat je mijn 33... 3, uh, PDF met 33 uh, vragen gaat, te, uh, gaat downloaden. Hoe ziet dat eruit, die vragen? Dat zien er als volgt uit. Even kijken, ik heb het al klaargezet hier als PDF zijn de let's see of die het gaat pakken. Zo ziet het PDF eruit. Heel simpel, als eerste zie je al die vragen onder elkaar. Dan kan je allemaal checken. Oké, okay, dat zijn de vragen. En dan ga je daarna vanaf pagina wat is het, 5, zie je die vragen plus de ruimte om ze te gaan opschrijven. Dus het is zowel een PDF als een werkboek. Het is zowel een e-book als een werkboek. Dus Mocht je deze prachtig mooie pdf of e-book willen hebben, ga naar Arabiekanlijn.com. Want dan ontvang je die meteen in je mailbox. En daarnaast ben je ook meteen uitgenodigd voor de Booster Business in 7 stappen Masterclass. Die ik straks op 5 januari ga geven. De eerste, het eerste webinar van het nieuwjaar gebeurt dus ook vrijdag 5 januari. Oké, okay, dus ik beveel het van harte aan. Ga ervoor. En uh, ja, zoals ik zei, we, we, gaan, we, gaan, we gaan deze week afsluiten samen met een aantal lessen. Met de lessen van de 2023. Met 23 lessen, maar liefst. We hebben tot nu toe de eerste 10 gehad. De eerste twee dagen hebben we die les gehad. En vandaag ga ik het hebben over de rest. Dus ga ik de les 11 tot en met 15 met je over hebben. Maar laat me hier ondertussen weten. Heb jij ook een les gehad in 2000, oh, In 2023? Hoe was jouw 2000? Uh, hoe was jouw 2023? Heb je daar inzicht over gehad? Heb je dingen die je met ons kan delen? Mocht dat zo zijn, mocht dat zo zijn dat je denkt van yes, zeker, ik heb een aantal lessen geleerd of ik heb een aantal inzichten gehad. Laat me hieronder weten. In de herhaling kan dat ook, maar hier in de chat laat me weten wat jouw lessen waren, oké? Okay? Zorg ervoor dat je ook sowieso het jaar goed gaat afsluiten. Anyways, zoals ik zei, dan kan je met de 33 vragen doen. Anyways, let's go to the... 23 lessen. Les nummer 11 is heel simpel. Een van de, nou echt, echt, echt dit is echt zo banaal. Dit is zo bazaal dat ik denk van, hoe heb ik dit niet gedaan de afgelopen jaren? Heel simpel. De les is, gemak dient de mens. Gemak dient mij. En wat bedoel ik daarmee? We, sinds 2017 dat we terug in... Uh, Terug in Nederland zijn gekomen, hebben wij, hebben wij samen besloten om geen auto te nemen. En uh, ik zal je wat vertellen. Begin, begin dit jaar heb ik dus een auto gekocht. En daarmee is er heel veel ontstaan. Ik heb me heel lang tegen verzet. We waren met een passief inkomen uh, verhaal bezig. We waren nog volop bezig met allerlei dingen. En ik dacht, ja, auto kost heel veel geld. Auto zal, zal meer nadelen hebben dan voordelen. Echt waar. Een van mijn echt ongelooflijk simpele lessen is. Yo, weet je, check korte termijn wat je nodig hebt. En als auto dat helpt. Uh, auto gaf vrijheid, auto gaf mij vrijheid om gewoon naar de sportschool te kunnen Om, om met twee auto's naar uh, school van een kind te kunnen doen. En echt zo'n simpel iets. Ik heb onszelf en ons zo moeilijk gemaakt door geen auto te kopen de afgelopen, afgelopen jaren. En ik merk het, ik heb het net, wat is het volgens mij sinds... I don't know, mei, whatever, net vijf, zes maanden of zeven uh, maanden. Het is ongelooflijk wat de vrijheid een auto geeft. Oké, okay? klinkt heel surf, maar zorg dat je volgend jaar ook meer aan je eigen gemak gaat denken. Echt, gemak diende de mens. En soms ben ik net een kluizenaar. Soms wil ik mezelf heel erg pijn doen. En soms wil ik heel erg moeilijk doen. Maar als ik tel hoeveel taxiritten, hoeveel openbaar vervoer tickets, hoeveel dingen ik afgelopen jaren heb gehad. Nou, dan was auto vele malen goedkoper geweest. Alleen maar de autoritten tijdens de coronaperiode. Alleen maar de taxiritten in de coronaperiode. Ben ik echt honderden euro's kwijt geweest, denk ik. Echt. En dan heb ik de openbaar vervoer uh, kaartjes niet, niet bijgerekend. Dus ja. Gemak dient de mens. Auto maakt het leven makkelijker. Als je behoefte hebt aan een auto, koop gewoon een auto. Tweede tweedehands, een hele goedkoop, ook, maar het dient de mens. Dat was les nummer 11. Les nummer 12. Ik zei al, ik zei al dat ik een, uh, dat ik een uh, behoorlijk een jaar had. En Heidi, ik zie net de download binnenkomen van 33, uh, 33 vragen. Goed zo, Heidi. Goed dat je het aan het downloaden bent. Ik ben benieuwd naar. Naar, uh, naar je antwoorden op de vragen. Yes, uh, vraag nummer 12. Ik zei al, ik ben uh, ontzettend inconsistent geweest dit jaar. Echt, dat ga ik nooit meer op deze manier doen. Maar wat blijft en wat blijkt? Mailinglijst. Mijn mailinglijst was levensvatbaar. Zelfs nadat ik wat ruim drie maanden, drieënhalf maand geen mailing de deur had gedaan. Vanaf het moment dat ik. Uh, mijn laatste mailing was volgens mij ergens in april. Vanaf het moment dat ik in september weer mailingen begon doen, is het gaan leven, is gereanimeerd. Dus mailinglijst is alles in business, dames en heren. Money is in the list en mailinglijst is daar echt. Dat betekent alles. Mocht je geen mailinglijst hebben, zorg dat je gisteren al begint met het, met het bouwen van je mailinglijst. Mailinglijst is de zuurstof van je business, oké? Okay? Zo'n mooie les en ik heb... Ik heb het afgelopen jaar verknald met mijn mailinglijst. Inmiddels is een mailinglijst weer leven, dus echt, ben er ontzettend blij bij. Dus mocht je op een mailinglijst staan, te gek dat je erbij bent. Echt, super, super, super. En hou alles in de gaten, want aankomend jaar ga ik ontzettend gave dingen doen ook met een mailinglijst. Jullie krijgen echt de voorrang op alles. Anyways, dus mailinglijst is alles. Dat is les nummer 12. Les nummer 13 is een hele simpele les... Ook dit jaar een van de belangrijkste lessen. Zichtbaarheid is de basis van het bouwen van een business. Oké, okay? ik ken geen. Onzichtbare, succesvolle ondernemers. Dat kan gewoon niet. Als je, zich, als je succesvol wil zijn, moet je gewoon zichtbaar zijn. Of je het leuk vindt of niet. Of je het fijn vindt of niet. Of, of je mee wilt doen met de reisjes of niet. Dat is, in, dat is niet in vraag. Okay? Het gaat erom, je moet iedere dag aan je eigen zichtbaarheid werken. Ik merk een mega verschil. Nu ik weer iedere dag op LinkedIn live ben, mega verschil dan drie maanden geleden dat ik dat niet deed. Of in de zomer dat ik dat niet deed. Okay? Nu heb ik mezelf gewoon erop. Uh, hoe dat? Uh, we zijn nog een maand ergens in oktober vanwege de wifi ben ik niet zichtbaar geweest. Uh, zomer is het af en aan geweest. You know? Dit was een heel, ra heel raar jaar wat dat betreft. Maar sinds ik weer iedere dag gecommitteerd ben om tien uur uh, zichtbaar ben, dan werkt het gewoon. Werkt in alles. Werkt in aanbevelingen, werkt in zichtbaarheid, werkt op alle levels. Dus werk aan je zichtbaarheid. Je kunt niet zichtbaar genoeg zijn, by the way. Voor die mensen die uh, gaat jeuken als ik het over zichtbaarheid heb, voor de mensen die daar moeite mee hebben, je kunt niet, zichtbaar, je kunt niet genoeg zichtbaar zijn. Okay? Ik moet er nog steeds werken aan mijn zichtbaarheid. Want leuk om te doen dat ik zichtbaar ben. De rest van de dag dan. Hoe, kan, hoe zorg je dat je zichtbaar wordt? Okay? Dus onthoud, zichtbaarheid is basis. Les nummer 14. Yes, ach, een prachtig mooie les. Aan het eind van het jaar ben ik het weer gaan doen. Wat heb ik dit jaar het minste gedaan? Is webinars organiseren. En sinds ik weer webinars ben aan het doen... wat denk je? Gaat de business groeien? Krijg ik nog meer aanbevelingen? Een grotere community? Natuurlijk verkoop ik meer producten en diensten. En dus webinars geven, dames en heren. Als je nog geen webinars geeft... zou ik je aanbevelen om te gaan leren. Als je nog geen webinars geeft... meld je zeker aan... Via aramikonline.com, want tijdens de online training boost je business in 7 stappen. Eén van de stappen is webinars geven. Eén van de stappen en het aanbod aan het eind is toegang tot online business campus, waar ik je echt leer hoe je winstgevende webinars moet gaan geven. Oké? Okay? Dus ga naar aramikonline.com. Ik zou zeggen voor alle oplossingen voor je business, maar serieus. Ik meen het echt, want tijdens de online training op 5 januari ga ik het daarover hebben. Maar webinars werken nog steeds. Anno 2024. Mensen zeggen, e marketing werkt niet. Mensen zeggen, socials werken niet. Mensen zeggen, webinars werken niet. Ik heb geen idee waar die mensen zijn, maar ze hebben geen verstand van. Geloof me. 2024 worden webinars nog belangrijker dan ooit. 2024 worden mailinglijsten nog belangrijker dan ooit. En 2024 worden gratis producten nog belangrijker dan ooit... om je mailinglijst een boost te gaan geven, oké? Okay? Good morning, Martine. Goed dat je erbij bent. Dank je wel dat je erbij bent. Super. Super, 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 super. Oké, okay, dus webinars werken. Weet je nog niet hoe? Ga naar arabicanline.com, meld je aan voor de online training. Anyways, en de vijfde les van, van, de vijfde les van vandaag, maar de vijftiende les in, in het geheel is heel simpel. LinkedIn Live, mijn LinkedIn Live, is schakel tussen mijn community, mijn netwerk, mijn relaties en mijn business. Met andere woorden, hè? Al mijn LinkedIn effort, al mijn LinkedIn marketing, wat ik neerzet op mijn LinkedIn live. Is de baas, is de hub waar al die mensen bij elkaar komen. Inmiddels ben ik zelfs op Instagram live aan het gaan. You know? Gewoon integraal live op Instagram. Fantastisch. Inmiddels ben ik op YouTube, op Twitter, op LinkedIn, op Facebook. in de Facebook communities ben ik live aan het gaan. All right? Dus heb je nog geen idee hoe je moet live gaan? Heb je nog geen idee hoe je LinkedIn-strategie moet erop erop uh, nahouden. Na ga naar adamikonline.com again. Daar ga ik een van, de, een van de stappen, van de zeven stappen om je business een boost te gaan geven, is hoe zorg je voor LinkedIn-marketing? Hoe zorg je dat je op LinkedIn je hele marketing op gaat zetten? Oké, okay? daar ben ik ontzettend succesvol in. Al meer dan acht jaar, negen jaar, maar dit jaar heeft het zich weer bewezen. LinkedIn Live werkt. Alright, guys? Anyways, uh, mocht, je, mocht je nog vragen hebben hierover, zorg, uh, laat het me hieronder weten. En Chantal zegt heel terecht: als je goed voor je netwerk zorgt, dan zorgt je netwerk voor jou. Absoluut. is letterlijk, mijn, mijn zesde, dankjewel, dankjewel Chantal. Mijn zesde, een bonusles is: zorg goed voor je relaties en je netwerk. Absoluut. Ook al. Zijn ze op de achtergrond naar je aan het luisteren? Ook al reageren ze niet meteen. Ook al zie je alleen maar. Uh, zie je ze niet reageren, oké? Okay? Dus ook al reageren mensen niet. Ik heb net een like gekregen van Mario. Dankjewel Mario voor je like. Er zijn mensen op mijn profiel gekomen, en weggaan. Ook al heb ik geen idee wie nu naar me luistert. nog steeds is het heel handig dat je voor je netwerk gaat zorgen. Dat is het matter dat ze op de achtergrond aan het luisteren zijn. Dat is het matter dat ze in herhaling kijken. Ik vind het helemaal prima. Deze show is voor jou. Maakt mij niet uit of je de podcast beluistert... of je hier via LinkedIn luistert, of via Facebook, of via Instagram. Ik wil graag dat je weet dat ik hier voor je ben. Oké, okay? Demi, goedemorgen. Fijn dat je er bent. All right? Dus onthoud dit goed. Dit zijn de, dit zijn de vijf lessen van vandaag... Dus les nummer 1 is: gemak dient de mens. Les nummer 2: mailinglijst is alles. Dus ook je gratis producten. Les nummer drie: zichtbaarheid is de basis van het opbouwen van iedere business. Les nummer vier: webinars werken, zullen altijd werken. Les nummer vijf: LinkedIn en LinkedIn Live is de schakel tussen mijn netwerk, mijn relaties, mijn cliënten en mijn community. Dus mijn USP. En extra les nummer zes is: je netwerk alles. Als je goed voor je netwerk zorgt, zoals Chantal dat mooi zegt, zorg je netwerk goed voor jou. So, laat, me laat me weten als je hier, uh, nog een les hebt over, over jouw jaar. Ik ben ontzettend benieuwd. En we gaan het nu hebben over mijn, mijn, mijn grote inspiratiemoment, namelijk... The Blessing of the Day. Nee, nee. En ik ga proberen vandaag niet die ene kaart... Nee, die kaart gaan we vandaag niet trekken. Pff. Jesus, oké, okay, diegene heeft de les gehad of ik heb de les geleerd... en nu is dit de kaart van vandaag. Each morning we are born again. What we do today... Is what matters the most. Boeddha. Prachtig. Prachtig mooie kaart. What we do today matters the most. En misschien ga jij vandaag deze prachtig mooie 62 kaarten bestellen. Alright, want vandaag is een van de laatste. Ik weet niet wanneer, wanneer het afloopt deze actie. Maar vandaag kun je deze prachtig mooie kaarten, 62 prachtig mooie inspiratiekaarten, voor slechts 22 euro. Voor slechts 22 euro heb je deze kaarten. Je krijgt twee. Prachtig mooi Happy Holidays. Kerstkaarten erbij. Er komt met een prachtig mooi boek uh, over nou, wat de quote betekent. En je zult het altijd in een prachtig mooie verpakking hebben. Je kan het zelfs naar je geliefde sturen. Je kan het zelfs naar mensen opsturen. Check het met Chantal. Dan krijg je zo'n prachtig mooie verpakking erbij. En uh, ik beveel dit van harte aan. En het boekje erbij. En de twee kerstkaarten plus. Alle 62 mooie kaarten, alright? Go for it, go for it, go for it. Check Mixmedia en uh, zorg ervoor dat je aanbieding mee gaat doen. Mocht je haar gratis challenge mee willen doen, ga naar 21DayInspirationBoost.nl, kun je meedoen met haar 21-dagen Inspiratie-Challenge. Want dan ontvang je iedere ochtend een van deze kaarten in je, ma in je mailbox plus twee affirmaties, alright? En Chantal zelf zegt, ja klopt, vandaag kun je mijn 62 inspiratiekaarten nog bestellen met 60% korting. Again, in plaats van 59 euro voor slechts 22 euro. Zeer en zeer aan te bevelen. Anyways, lieve, 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 lieve jongens en meisjes. Ik wil zeggen, lieve... Uh, lieve dames en heren, dankjewel dat jullie erbij waren. Thanks lieve Chantal, thanks lieve Demi, thanks lieve Sandra. En iedereen die erbij was en Martine, thanks dat jullie erbij waren. Diegenen die in herhaling kijken, dankjewel. Bij diegene die ik op de achtergrond zit, uh, ik, je weet wie je bent, no problem, laat me lekker op de achtergrond. Gewoon mijn ding doen. Dankjewel voor het luisteren, thanks dat je er bent, de podcastluisteraars En iedereen die in herhaling kijkt, dank, dank, dank. Vergeet je niet aan te melden via amiconline.com, want dan krijg je en mijn 33 uh, uh, vragen e-book en Word je automatisch doorgelinkt naar, uh, naar, naar de online training Boosje Business in zeven stappen? Alright. Check it out, check it out, check it out. Nogmaals, dankjewel iedereen. En Chantal zegt ja, ze worden mooi ingepakt. Je krijgt er twee gratis kerstkaarten bij. Ik zei het al, die zijn prachtig mooie kaarten. Checkmixmediafan.nl. En Martine zegt ja, prachtige kaarten. Wij gebruiken ze ook dagelijks. Jee, yeah, dat bedoel ik. Dus ga het gewoon aanschaffen, zou ik zeggen. Voor, voor het geld hoef je het niet te doen. Voor slechts 22 euro, guys. Het was me waar genoegen, dames en heren. Ook mijn geweldige relaties en netwerk via Instagram. Ook jullie allemaal. Thanks voor het kijken. En morgen gaan we het hebben over Delp. De laatste deel, deel 4 van al mijn lessen. See you later, guys. Hoi hoi. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keer nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10 uur ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig... Wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl. Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil. Iedere dag, ieder uur. En tot de volgende keer. Ja, adios amigos. Morgen laatste deel. Deel 4 van alle lessen van 2023. Dankjewel. Prachtig mooie donderdag. En see you morgen, guys. Adios amigos. Hoi, hoi.